Achter Veronica staan honderdduizenden jongeren. Of ze een stroming vertegenwoordigen of niet, wij hechten veel waarde aan zo'n achterban. Als je moedig genoeg bent om bij een club te horen die alles durft, word dan lid aan Munee voor maar 20 piek tot 1 januari 1984. En kijk in ons mooie jonge omroepblad hoe je een poster van het schip kunt verdienen. Bel nu 020 808 808 035 49 541 035 284 3x6. Met Veronica op weg naar de toekomst. Goedenavond, hier is weer een nieuwe aflevering van Veronica's Agenda. ANWB Tourcassette. Een geluidsimpressie bij een mooi stukje Nederland. Deze keer de Mergellandroute. De ANWB introduceerde onlangs de tourcassette Mergellandroute in Zuid-Limburg. Samen met de speciale bewegwijzering geeft deze cassette voldoende informatie over de Mergellandroute. Bovendien vertelt een aantal bewoners van de streek het een en ander over de regionale wetenswaardigheden. Deze cassette, die verkrijgbaar is bij de ANWB, voert de luisteraar van Maastricht naar Klimmen en terug. Tot slot, rijdt u voorzichtig, neem alle tijd om volop te genieten. De ANWB Tourcassette wenst u een onvergetelijk dagje uit. Veel plezier. Het is de eerste keer dat het Nederlands Museum een bijzondere collectie oude prenten met afbeeldingen van paarden en een verzameling curieuze antieke houten paarden exposeert. De expositie, die de titel Paard en Prent meekreeg, is niet alleen interessant voor de paardenliefhebbers. Geïnteresseerden in deze tentoonstelling kunnen tot en met 21 augustus terecht in het museum Dit is Bethlehem in Gorkum. Het museum is van woensdag tot en met zondag geopend van 2 tot 5 uur 's middags. Evenals voorgaande jaren organiseert de Koninklijke Marine ook dit jaar haar nationale vlootdagen. Op vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli zal iedereen worden toegelaten op het terrein van de marinehaven in Den Helder. Behalve de Nederlandse en buitenlandse oorlogsschepen die er te bezichtigen zijn, zullen verschillende diensten van de Koninklijke Marine uitgebreide demonstraties verzorgen. Het programma van de Nationale Vlootdagen start op alle 3 dagen 's morgens om 9:15 en eindigt 's middags om 5 uur. Met het openbaar vervoer is de nieuwe haven goed bereikbaar. En vanaf het station in Den Helder onderhouden bussen een pendeldienst naar het haventerrein. Voor auto's en bussen is op het haventerrein een ruime parkeergelegenheid aanwezig. Op de Ruitersboshoeve in Breda en de omliggende terreinen en bossen wordt op zaterdag 9 en zondag 10 juli een nationale samengestelde menwedstrijd gehouden voor 4- en 2 spannen. Zaterdag begint 's morgens om 8:30 de marathon. Een spannende en sensationele tocht met hindernissen. En op zondag is er de presentatie, dressuur en vaardigheidsproef. Het internationaal jaarboek van de hedendaagse kunst 1982-83 is een internationaal opgezet naslagwerk voor hen die enige belangstelling hebben voor hedendaagse kunst. Zonder enige overdrijving kan men stellen dat dit rijk geïllustreerde kunstboek een heel aparte plaats inneemt onder de boeken die over kunst verschijnen. Het boek is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen uitgeverijen, kunstcritici, verantwoordelijken voor musea en galerijhouders uit de hele wereld. Het internationaal jaarboek van de hedendaagse kunst 1982-1983. En tot besluit van onze agenda Flashdance. Zo heet de Amerikaanse speelfilm die volgende week in een groot aantal Nederlandse bioscopen in première gaat. Jennifer Beals en Michael Nouri tekenen voor de hoofdrollen in deze film. Die gaat over de jonge vrouw Alex. Zij doet alles om eens haar doel te bereiken. Ze ziet zelfs kans haar angsten te overwinnen. Want eens zal ze een groot danseres zijn. Dat droomt ze tenminste. Flashdance. kiss my ladies. I know that you will be my whole lifetime. There's only one in my life. Oh, she's my lady. She's so lovely. She can turn all the love my love. She can turn my way. She's my lady. Flashdance. If a dream comes true just one time, it can change your life for all time. En dat was hij dan, Veronica's agenda. Tot over 2 weken. En na deze tips van Bart van Leeuwen heb ik nog 2 mededelingen voor u. Morgenmiddag zijn we er weer met de infospecial Vervoer in het jaar 2000... en de herhaling van Nederland Muziekland van vanavond. Voor volgende week zondag hebben we Mr. Merlin, Countdown, een aflevering van Magnum... en om 9 uur een 1,5 uur durende special over 21 jaar James Bond films. Tot besluit kunt u dan meegriezelen in Hammer House of Horror. Dan kunt u nu nog kijken naar de NOS met het late nieuws. Wij wensen u voor straks welterusten en tot morgenmiddag.